Je moet het als moeder wel heel bond maken als allebei je kinderen geen zin meer in je hebben. Niet alleen Roxanne, maar ook André Junior heeft het contact met moeder Rachel verbroken. Tussen Rox en Ras is het echt helemaal mis, dat gaat echt tot rechtszaken aan toe. En tussen André en Ras is het vooral stil, muistil. Dat verbroken contact begon ongeveer toen André's brief aan Sarah van Soelen uitlekte, maar Rachel ontkent dat zij dat heeft gedaan en stelt dat de breuk een andere reden heeft. Ze lijkt erop te hinten dat het door Monique Westenberg komt, haar schoondochter en aardsvijand. Zijn terugkeer in haar armen en hun breuk valt namelijk ook samen. Hoe gaat het inmiddels? Rachel vertelt in haar clubblad Story, met André zelf is het contact op het moment mondjesmaat. Ik ga niet zeggen dat dit door Monique komt. Dat weet ik niet. André is bijna dertig jaar oud, geen elf meer. Hij kan heel goed zelf beslissen hoe hij zijn leven inricht. Daar heeft hij zijn moeder niet voor nodig. Rachel houdt in het midden wat er precies aan de hand is, maar ze zal natuurlijk wel weer iets hebben uitgevreten. Hij weet dat hij bij mij altijd meer dan welkom is. André heeft ook helemaal geen rare dingen naar mij toe gedaan of over mij gezegd. Wat een drama, allemaal bij de hazesjes. Het zoontje van André en Monique ziet ze ook nooit. Hem heb ik in de afgelopen zes jaar misschien anderhalf uur gezien. De buurtkinderen zie ik vaker. Dat vind ik heel pijnlijk, maar ik wil het me niet te veel laten raken. Het is opvallend dat Rachel nooit kapot van verdriet lijkt. Doordat ik zo diep heb gezeten, kan ik goed relativeren. Ik laat me niet meer klein krijgen. Ze besluit, ik heb weer een fijne clubvrienden om me heen, die ik al kende voor alle ellende begon. Ik was het contact met ze een beetje kwijt. Ik denk dat sommige mensen een beetje hebben geprobeerd me te isoleren. Maar het is goed zo.